speelden we tegen Kals, ja. Rubens, Magat, Felix Magat. Het grote HSV, ja. Ja. Het kleine Utrecht. Daar, daar wonnen we met 1-0 of 0-1. We zijn misschien 3 keer over de middenlijn geweest, maar we wonnen daar wel. Doelpunt? Willy Cabot. Jij juichen ook? Ja. Ik zag beelden van een hele enthousiaste Wouters ook. Het was een assist, of een assist, ik legde hem alleen opzij. Ja. En Willy Cabot die tikte hem in en toen liepen wij samen juichend. Dat was een vrij komisch gezicht. Ja. Toen ik het later zelf terugzag, toen schrok ik wel. Ja. Hoeveel seizoen heb je hierna nog gespeeld? 4,5. Ik mag wel zeggen, of ik kan wel zeggen dat dit sportief de mooiste tijd is geweest. Ja, de kampioen geweest volgens mij, ja. 1 keer, ja. Europa Cup 2. Oh ja. Beker gewonnen. 87, ja. Ja. Voetballer van het jaar. Jij? 94. Ja. Voetballer van het jaar, Jan. Sta je van te kijken. Is het echt waar? Ja. Toch tussen mensen als Koeman, Gullit, Niels. En Wouters was voetballer van het jaar? Nee, ik bedoel in die lijst dus. Oh, ja, daar sta je tussen. En wie waren er toen dan? Wie waren toen jouw concurrenten dan? Ik geloof Romario van het Schip. Heb jij gewonnen van Romario? Ja, in dat jaar wel. Maar kun je de mensen uitleggen waarom jij toch wel gemeen was? Ik wil zo graag winnen dat, dat ik wel eens naar middelen gegrepen heb. Wat eigenlijk niet echt, waar je zegt van nou, het hoort bij het voetballen. Maar die dingetjes die blijven vaak de boventoon voeren. En er is natuurlijk ook nog een voetballer, Jan Wouters, die veel mensen denk ik toch naar de achtergrond schuiven door die dingetjes. Hoe moeten de mensen zich jou herinneren dan? Ik was een hele goede voetballer, maar niet. Er is natuurlijk nog een rangschikking boven. En dan kom je op de types. Als, ja, maar dan krijgen we weltklassen. Dat is iets anders. Ja, dat is de Superliga. Maar dan zet je toch wel verdacht tegenaan. De tijd en wijde wel, ja. Hoeveel interlands? 70. Hoeveel trainers heb jij gehad, Jan? Ja, veel. Maar aantal ongeveer? 15. Jouw top ongeveer. 3. Jouw top 3 van de trainers die jij hebt gehad? Ja, Cruijff, Advocaat en Van Gaal. Maar die heb ik niet zo lang meegemaakt. Ja. Van Gaal, maar met name Cruijff en Advocaat is daar voor mij bij 1. Top 3 van de spelers waarmee je gespeeld hebt? Rijkaard. Staat hij op 3? Nee, die staat op 1. Oh, die staat op 1. Ja. Rijkaard is 1? Ja. Ja? 2? Niels. Ja? Van Basten. Rijkaard toch wel op 1? Ja, omdat ik dat de meest complete speler vond, altijd. Die eigenlijk alles had. Wat is het beste elftal waarin je gespeeld hebt? Ja, ik denk dat van het EK in 88.